is Euranne van Gorkum. Ik ben directeur van de Louise de Collier in Ede. Wij hebben ervoor gekozen om niet mee te doen met de staking. We hebben wel onze zorgen, grote zorgen. En we vinden het heel belangrijk dat er op korte termijn aandacht is voor verbetering en het oplossen van de problemen die er spelen. Nou, als leerkracht voor een grote groep van 33 kinderen is het vaak flink aanpoten. Er is heel veel om na te kijken natuurlijk, maar daarnaast wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is dat ik ook aan elk kind individueel evenveel aandacht wil geven. En wat heel fijn is hier om te merken is dat de ouders heel betrokken zijn en ook heel erg veel begrip hiervoor tonen. Dus dat is wel echt heel erg prettig. Daarnaast merk ik ook met het aangepast onderwijs dat er steeds vaker kinderen in de klas ook zitten die extra hulp en steun en zorg nodig hebben. En om daar ook nog aan toe te komen, dat, is, dat vraagt wel heel veel van je. En ook daarin herken ik vaak het gevoel van tekortschieten. In een grote klas kunnen soms wel heel veel kinderen zitten, waardoor de juf iedereen tegelijk kan helpen. En dat is, zoals in de tandpas, het duurt heel lang voordat je een vraag of de vraag beantwoord krijgt. En dat is voor de juffen denk ik ook best wel lastig. Het onderwijs op zich is iets heel moois. Het zou alleen voor ons wel veel fijner zijn als er bijvoorbeeld met ons meegedacht wordt door ons minder grote klassen te geven. Op die manier hebben we veel meer oog en hebben we veel meer tijd voor het individuele kind. Als je een dag voor de klas staat, dat ik daar enorm van geniet. Dat je kunt genieten van alle dingen die je de kinderen kunt leren en die je ze bij kunt brengen. Als directeur heb ik eigenlijk op het moment de meeste zorgen om het lerarentekort. We hebben best wel een pittige tijd gehad hier op school. We hebben 3 langdurige ziektetrajecten gehad en daar kwam ook nog eens de griepgolf bovenop. Onze klas is tot nu toe 1 keer aan huis gestuurd, omdat de juffrouw ziek was. De juffen staken niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons. Ze doen het ook niet alleen voor loon en voor hun eigen wil, maar ze nemen het ook voor ons op.